Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl, vergeldig van Tweede Pinksterdag. Op de satellietfoto van 1 uur zien we een grote pluk met bewolking boven Zuid-Nederland. Daaruit regende het flink kwam er ook onweer voor. Boven België scheen de zon en Noord-Frankrijk had alweer nieuwe bewolking. Die buien trekken vanavond over het land. Zwaarste buien verwachten we over het zuiden, midden en oosten van het land. Er is inmiddels code oranje voor extreem weer. kan veel regen vallen, grote hagelstenen en zeer zware windstoten. In de loop van de nacht trekken de buien dan weg. Koud wordt het niet, minimaal van 18 graden. Morgen overdag schijnt de zon geregeld. Valt er nog een enkele bui, dus zeker geen verregende dag. Later op de dag neemt wel de kans op een onweersklap toe. 20 à 21 graden aan zee, 25 tot 28 in het oosten. Woensdag is een droge dag met een flinke zonnige periode. Temperaturen leveren weer iets in, 20 tot 25 graden. Ook donderdag droog, maar wel iets meer wolken. Vrijdag en in het komend weekend vallen er weer enkele buien. Temperaturen liggen dan rond 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl